We staan hier op de Blockchain Expo met niemand minder dan Chris van Bitcoin Meester. Hoe gaat ie, Chris? Goed, goed. Het is lekker druk hier. Het valt me heel klein beetje tegen. Gisteren een hele leuke dag gehad. Veel leuke gesprekken gehad, waren veel bekende mensen ook. Het is toch wel veel hetzelfde groepje wat je altijd ziet. Vandaag moeten er nog een beetje meer mensen komen, maar gisteren had ook vanaf een uurtje of 12 pas druk. Dus laten we hopen dat er nog wat mensen komen. Nou ja, Bitcoin Meester is natuurlijk bekend als cryptobroker in Nederland. Jullie zijn snel aan het groeien ook. Wat maakt Bitcoin Meester nou, wat zijn eigenlijk de USP's van Bitcoin Meester? Ja, ik denk waar wij ons voornamelijk in onderscheiden is dat wij toch wel wat exchange functies op het brokerplatform hebben. Zoals een buy order, een stop loss. Op dit moment is de Android app in beta test. Gegaan met een aantal testers ook. Dus dat wordt helemaal afgewikkeld en hopen we ook snel op de markt te brengen. Ja, en wij zijn gewoon heel transparant naar de community toe. We staan heel dicht bij de community en we doen ook heel veel om die mensen heel dicht bij ons te houden. Dus je hebt trouwe gebruikers bijvoorbeeld. Kunnen we nog nieuwe coins verwachten? Jullie hebben al een behoorlijk aanbod. Maar... Ja, we hebben er nu 169 en we zijn echt nog lang niet klaar. We hebben sowieso al een lijst klaarstaan waar we mee in contact staan en die we graag willen listen. We listen natuurlijk niet zomaar, we gaan wel even wat onderzoek doen en goed contact hebben met de coins zelf. Maar 169 is nog lang het einde niet. Nee. Dus zeg maar, in die zin geloven jullie ook heel erg in de altcoin-markt. Weet je wel, die altcoins blijven een goed substantieel aandeel aan altcoins blijft altijd. Altijd wil ik niet zeggen. Ik vind het heel lastig om een antwoord op te geven, omdat kijk, Bitcoin en Litecoin en dat soort mensen verwacht ik echt niet dat die nooit meer weggaan. Maar je hebt nu 2200 altcoins op CoinMarketCap alleen al staan, geloof ik. Nou ja, je wil niet weten wat er niet op staat, zeg maar. 2800. 2800 op CoinMarketCap? Nou, ik loop achter, zie je dan wel. Nee, maar... Dat is, ja, ik denk dat daar uiteindelijk echt wel een heel groot gedeelte van gaat wegvallen. Alleen, wij werken met een bepaald systeem. Dat noemen we de wishlist. En dan houden wij ook de aanvragen bij van onze gebruikers van ons platform welke munt zij heel graag willen. En als er een aantal streepjes zijn gezet, om het maar even zo te zeggen, en er is goed contact met het team en het is een legit project, dan komt die er gewoon op. En daarmee willen we gewoon voldoen aan de vraag van de klanten. En heb je zelf zeg maar nog een mening over Facebook zeg maar en de Facebook coin? Of Libra coin moet ik zeggen. De Libra coin, ja. Libra op calibra.com. Ja, nee. Ik heb een hele mooie review gelezen. Die kwam gelijk, dat was ook gelijk de bekendste geloof ik. Die kwam 5 minuten daarna al gelijk uit. Het is geen cryptocurrency. Het is een in-game betaalmiddel die ze gaan gebruiken op een social media. In Azië heb je zeg maar WeChat. WeChat, dat is het betalingssysteem. Dat is heel gek. Dat is begonnen als een communicatiesysteem en dat is nu een betalingssysteem. Connect met alle banken. Nou, op het moment dat jij daar met cash aankomt, dan accepteren ze dat niet eens meer op de meeste plekken. Ik denk dat Facebook een heel klein beetje dezelfde positie in wil nemen. Is dat goed? Weet ik niet. Heeft het iets met cryptocurrency te maken? Nee. Brengt het cryptocurrency op een bepaalde manier naar de grote mensenmassa? Ja, want alle kranten die schrijven ineens allerlei artikelen sinds gisteren over de Facebook-coin. Aan de ene kant is het positief, aan de andere kant heb ik er ook een heel klein beetje mijn twijfels bij, want het is wel heel gevaarlijk. Ja, dat het ook Facebook is met data, privacy. Nou ja, alle partners die daar nu in zitten, en PayPal, Mastercard, Visa, die hebben allemaal 10 miljoen betaald om daar iets in te hebben, maar dat ze kopen eigenlijk gewoon 10 miljoen aan data. Maar Facebook die krijgt gewoon straks betalingsgegevens, je locatie, wat je doet, waar je bent, wie je vrienden zijn. Ik vind dat toch best wel risky. Dat gebeurt bij Bitcoin meestal niet, in ieder geval. Nee. Nee, natuurlijk niet. Maar kijk, weet je wat het is? Het is straks één partij die de overmacht heeft in Europa. Ja, ik weet niet of je dat moet willen. Het wordt een ongoing case natuurlijk. De laatste vraag is altijd heel makkelijk. Wat zijn zelf nou je 3 favoriete cryptocurrencies?
Komt hij weer? Ja, deze hebben we eerder gedaan, geloof ik. Ik zet Litecoin toch wel op nummer 1. Zeker voor de aankomende tijd met de halving die eraan komt. Dat is, als je kijkt naar het verleden, is dat toch altijd wel giga. Dat is geen financieel advies. Ik ben op dit moment ook wel heel erg fan van Electracoin. Ik ken de jongens die aan het project werken en het is een community-driven coin. En ze zijn echt heel hard op weg. Ze zijn met heel veel dingen bezig en ze werken gewoon keihard. En dat is al meer dan de helft. Ja, en ik ben zelf heel erg fan van Aircoins. Oh, Aircoins? Ja, 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 dat is, dat heb ik vorige keer bij de Telegraaf ook helemaal uitgelegd. Dat is een AR-app, daar kan je dus als Pokémon Go zijnde, maar dan met coins. En ze hebben, vorige week hebben ze Dash toegevoegd. Nou ja, dat is de grootste coin tot nu toe die erin zit. Ze hebben Digibyte erin. Maar wat hebben ze gedaan als speciale actie met Dash? Ze hebben in 10 verschillende locaties, in 10 verschillende grote steden door heel de wereld, hebben ze 1 Dash verstopt. Dus die kan je nu gewoon ergens vinden. Dus dat is natuurlijk ontzettend leuke marketing. Maar in Nederland toch? Amsterdam. Amsterdam ligt ook 1 hele Dash. Ergens in deze hal misschien? Ik heb hem al gevonden, dus ga me niet meer zoeken. Nee. Nee, maar het is gewoon een ontzettend leuk concept. En ik hoop ook echt dat de mensenmassa en voornamelijk de generaties onder ons op een hele leuke en voornamelijk positieve manier met crypto in contact brengen. Altijd goed om te spreken, Chris. Dank voor je inzichten en fijne dag.